Ja, ben je al gebeld door Louis? Nee, nog niet. Hij zit in Portugal, hè? Dus ik hoop er nog het beste van, je weet het maar nooit. Ik denk belangrijk is wat Nederland doet, de 13e tegen Spanje. Daar kun je een beetje merken van, gaat het iets worden? Ik denk dat we van Spanje winnen. En heel verrassend. Ja, en dan even kijken, als we tweede worden in de pool, nou, dan krijg je meteen Brazilië. Nou, dat is iets te hoog gegrepen, denk ik. Ik leef natuurlijk wel op de voet met het voetbal natuurlijk. En nu zitten ze in Portugal. En ik lees er alles over. En ik heb Louis een keer proberen te bellen, maar ja, die nam niet op helaas. Want die is met andere dingen bezig. Die is pas naar Manchester. Maar de plaat gaat nu een beetje leven, voel ik. Ja, de WK-liedjes worden gedraaid hier en daar. Ik heb elke dag wel een radiostation aan de lijn. Dus dat gaat goed. Ik werd net gebeld door Carlo en Irene toen ik hier naartoe reed van... Er was een mogelijkheid om het liedje te doen. Ik zei, ja, nou ga ik naar Toppers van Oranje. Daar komt nou even rot uit. Nou, zit hij, we hebben nog een paar weken. Dus daar ga ik het een keer doen. En ik heb iets met Koen en Sander afgesproken. Die gaan me de komende weken ook een beetje steunen. Nou ja, het is toch afhankelijk van wat doet het elftal, hè? Ja, ik heb het eens nagekeken. Het is al de vierde voetbalsingle. Ik heb twee keer met een EK iets gedaan en twee keer een WK. En dit keer kwam het uit bij... Emilien Hartkamp. En die verraste me net met een platina album. Want die is er al 50.000 kwijt van zijn verzamelaar waar ik dan ook op sta. Dus die ga ik toch maar thuis ophangen. Dan toch weer een keer platina na zoveel jaar. Ja, inderdaad. Inderdaad. Het is ongelooflijk hoe hij dat elke keer doet. Hij heeft een leuke formule gevonden. En ja, als iemand er meteen al 50.000 afneemt of weg kan zetten. Nou, dat is mij nog nooit gelukt.